What's up, dames en heren, welkom bij een nieuwe F122 video. En natuurlijk staat dit weekend de GP van Canada op het programma. En het ziet er goed uit voor Max Verstappen. Ik heb de eerste twee vrije trainingen gezien. Red Bull lijkt toch een streepje voor te hebben. Qua qualifying pace zit het heel dicht bij Ferrari. Maar qua race pace hebben ze nog wel een tiende zitten ze erboven. Of althans, eronder moet ik zeggen. Red Bull is wat dat betreft sneller. En we gaan vandaag dan ook in de auto van Max Verstappen, de nummer 1 Red Bull, gaan we proberen een overwinning te scoren op Montreal. Daar zijn we weer in Montreal, Canada. En ik zeg daar zijn we weer, want we hebben dit circuit 2 jaar moeten overslaan. We weten allemaal wel waarom. Maar fijn om hier weer terug te zijn natuurlijk. En we doen dat meteen goed, want we doen dat dus in F122. En het belooft een mooi weekend te gaan worden. Alpine lijkt er in één keer veel dichterbij te staan. McLaren lijkt zijn zaakjes beter op orde te hebben. Gaat Mercedes het porpoising probleem oplossen? Dat lijkt erop van niet, al hebben ze het iets beter onder controle als voorgaande races. Niet zo heel erg moeilijk natuurlijk. Hier zien we het circuit. Ik moet zeggen, een circuit met een heerlijke flow. Maar ook een circuit waarbij ik af en toe toch kleine foutjes kan maken die toch redelijk snel gemaakt zijn. Dan heb ik het voornamelijk over track limits. En zeker in deze F122 auto's. Simpelweg te hard over de curb of te vroeg op het gas. Dat kan bij deze auto's niet. Zeker niet in de standaard setup waarmee ik nu rij. We starten dus vanaf P5. Laten we alsjeblieft hopen dat het voor Max Verstappen dit weekend niet zo gaat zijn. Laten we hopen dat hij gewoon even lekker die pole position pakt. De kans is een stuk groter, want Leclerc heeft natuurlijk een rit eraf gehad. Die heeft een aantal onderdelen van zijn motor vervangen. Al te vaak dit seizoen. En dus begint hij in het middenveld. We gaan kijken of wij kunnen winnen. Een beetje een grootste start, maar we hebben het overleefd. En de race is los. Het kwam daar niet heel lekker uit, lukt hem niet echt om grip te vinden. Lewis Hamilton probeert hem de hele tijd voorbij te steken. Dat lukt voor ons nog niet. En hier dan maar de ERS gebruiken om voorbij Carlos Sainz te gaan. En aan te sluiten bij Russell. En dat is gelukt. Nou, weer even de grip kwijt. Het is toch af en toe wel echt zoeken hoor. Veel wheelspin ook. Dat terwijl ik traction control toch op medium heb staan. Even kijken of we dichter bij Russell kunnen komen. We hebben de ERS voor, maar ik denk dat we net tekort gaan komen. We komen nu rap dichtbij. Dit gaat niet genoeg zijn. Maar we blijven in zijn kiel, toch? We
is belangrijk dat we er strak achter kunnen blijven. En dat kan ook met deze nieuwe auto's. Dit is niet mijn sterkste punt van het circuit. We hebben een DRS. We blijven nog redelijk dichtbij. Nu moet het toch gaan lukken. Gelijk de ERS en nu ook een DRS zo. Dan hoor je het piepje al van de DRS. Dit moet hem gaan worden. Dat ging maar net goed. Niet helemaal clean, maar... Hij verdedigde goed. Nee, oeh. Bijna een moment van de overstuur waarbij ik over het dwars zou staan. En de ERS moeten we toch wel spaarzaam gaan gebruiken. Want we hebben nog maar 39%. Wel één laatste ronde natuurlijk. Ik knijp hem hier even leeg. Ik zit weg om te kijken of we wat dichter bij Perez kunnen komen. Maar we moeten ook rekening houden met Russell die een DRS op ons heeft. Hier dus absoluut niet te vroeg op je gas gaan, want deze nieuwe auto's is toch wat lastiger, merk ik. Dan moet ik ook zeggen dat ik niet een custom setup heb ingeladen. Mogelijk kunnen we nog bij Perez komen. We zitten er leuk achter. Maar dan moet deze goed zijn. Nee, gaat het niet worden. Oh. Oh. Daar hebben we een partijtje mazzel mee. Oeh, dan werd er een band toch even flink aangetikt. Een derde plaats vanaf P5. Ik moet wel zeggen, normaliter Canada ligt mij best wel. Toch is het struggelen met deze auto's. Je merkt toch wel, de handling is echt ja, toch wel een groot verschil met F1 2021. De auto's reageren heel anders. Ik moet zeggen, voor mijn gevoel... Zeker in deze setup waarmee ik nu heb gereden, gewoon een standaard setup. De auto is veel zenuwachtiger op de curbs. Echt veel, veel zenuwachtiger. Het lijkt wel alsof de auto een stuk stijver is. En daarbij, je merkt ook wel, wanneer je uit de slow corners komt, je moet echt, echt oppassen met upshiften. Echt oppassen met op je gas gaan. Want je hebt heel snel heel veel wheelspin. En dat kost je gewoon echt heel veel tijd. En als je echt pech hebt... Spin je hem helemaal rond. We wisten gelukkig nog onze auto enigszins heel te houden. Laatste bocht, laatste ronde ging er bijna fout. Maar we zien hier Charles Leclerc op het podium. Charles Leclerc met dit weekend een gridstraf van 10 plaatsen. Begint dus redelijk midden in het veld. Het zal lastig voor hem worden om deze race te gaan winnen. Maar inhalen is hier absoluut mogelijk. Dat hebben we gezien. We gaan kijken wat dit weekend gaat brengen. Laten we hopen dat Max Verstappen weer de hoofdprijs gaat pakken. En dat we weer een stap dichter zijn bij het kampioenschap. Voor nu, P5.
Bedankt voor het kijken, jongens. En mocht je nog vragen hebben over F1 22, drop ze hier in de comments. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.